Mensen, ik weet het. Gisteren een video, vandaag weer een nieuwe video. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Er gebeuren heel veel dingen op de wereld. Het is niet normaal. Het is bizar. Dus nu gewoon weer een nieuwe video. Weet je, zoek het lekker uit. Ga het lekker andere dingen doen. Natuurlijk, ik kan die fucking pruik weer opdoen. Maar hier, ik zal hem er even bij halen. Mensen, dit ziet er gewoon uit als een zwarte wolk. Vol met schaamhaar. Dit kan ik niet. Ik kan dit niet elke video op gaan doen. Ik kan dat echt niet. Ik trek dat niet. Doe hem gewoon. Af en toe doe ik hem op. Als Verlijn hier gewoon even met een halve omhaal scoort of zo. Bij 4000 likes doe ik hem op in de Weekend League. Nee, fuck de likes trouwens. Ik wil abonnees. Bij 40.000 abonnees gaan we hier gewoon een hele Weekend League mee spelen. Ik wil gewoon dat jullie abonneren. Abonneer gewoon, lieve mensen. Dat wordt gewoon fantastisch. Wordt hartstikke leuk. Bij elke video wordt meer bekeken dan het aantal abonnees dat we hebben. Dus abonneer gewoon op je moeder. Doe het met je moeder. Zeg, mam, luister ik en een gozer en dan moeten we op abonneren. En de moeder zegt, ja, maar ik kijk helemaal geen FIFA of YouTube. Laat me rust, zoon. En dan zegt, mam, leuke gast, moet je doen, abonneer. Dan zegt zij waarschijnlijk, heb je nog, doe de vraag aan je dochter. En dan zeg ik, heb je een zus? Dan zeg ik, ah, dat is wel een lekkere zus. Nee, oké, dat gaat weer helemaal. Waarom moet het altijd over seks gaan of wat dan ook? Lekker, man. Oké, mensen, hi. We zijn er weer. Mensen, ik ben aan het no-lifen. Want jullie zeiden tegen mij, luister, die Macintosh, nou, die moest ik dus doen. Nou, wat ging ik dus doen? Ik ging de Macintosh. Ik ging hem dan ook gelijk weer doen. Hoppakee, moet je kijken, hebben we de laatste. Hebben we nog even complete ook. Hoppakee, claim beloning, komt-ie. Ja, ja. Daar is die. Fantastisch, Macintosh. Nou, fantastisch. Daar doen we wel even een, weet ik veel, een schaduwtje op of zo. Jezus, springen en kracht. Nou, oké, fysiek heeft hij genoeg. Hier doen we dus gewoon, dit is een klassiek voorbeeld van gewoon een schaduwtje erop. Maar we moesten nog een schaduwtje halen en nog een ankje, als ik het me goed herinner. Dus die gaan we nog even doen. Dit is onze selectie. Ja, 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 ja. Kijk eens, hier is die hoor. Macintosh. Hij zit er gelijk in, wat fantastisch is. Hier zei ik al, hier hebben we goed faal. Een ankertje nodig. Die hebben we hier nodig. Kijk, die koop hier zo, hoppakee. Op zijn bek, hoppakee. Oh, woesoe. Hartstikke lekker. En hier zo doen we dus een schaduwtje. Ja, 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 ja. Bijlo hebben we dus erbij. Vochtige verse, hartstikke lekker. En Cedinho Dest hebben we dus een nieuwe linksback. Broertje Deppa, ik kan hem niet eruit halen. We hebben de Gravenberg hebben we gekocht. Die hebben we natuurlijk gekocht veel te duur. Want die is nu 76,5. En als we even kijken naar de huidige markt. 75k dus voor Gravenberg. Ja, ja, ja. 75k. Ik dacht dat hij gezakt was, maar hij is weer gestegen. Oh nee, valt mee. 56 had. Ja, we zijn even iets duurder gekocht. CA gelijk erbij gezet, want we hebben al die kaarten niet. En dan moesten we van CM naar CAM. En dat kost gewoon tegen veel geld, zo ken je dat. En Seedorf, die wilde ik dus eigenlijk kopen. Maar wat het ding was met Seedorf, die was te duur net. We hadden het geld niet bij elkaar. En nu nog steeds niet. Wat betekent dat we geld bij elkaar moeten sprokkelen. Want we hebben gewoon geld te weinig. En we moeten ons nog kwalificeren voor de Weekend League. Dat is even heel erg belangrijk. Dat is essentiële informatie. Maar we hebben gestreden, zoals je zag in de vorige video, voor de rang 1 reward. Dus, we hebben een 100k pack, een tradable, 27k. We gaan hier gewoon voor alles tradable, of niet? Gaan we voor de munten. Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat we het dan niet redden, hè, als we dit doen. Dan moeten we dus, hoeveel komen we tekort qua munten? 85. De 12k moeten we eruit halen. Dus anders gewoon dit doen. Fuck it, we doen dit gewoon. Dan zitten we sowieso goed, dan zitten we sowieso goed. We doen gewoon de eerste optie, de 100k pack, volledig tradable. En dan gaan we dan iets moois van maken. Ja, weet je, voor de rest, ik weet het ook niet. We hebben hem hier zo op een keer in de winkel, pleurtje erin. Oh, wat hebben we nog meer dan? Hè? Klein erectie, spelerspakket. We gaan gewoon lekker met Jumbo, 100k packie. Kom maar door, Mbappé. Kom maar. Mbappé, kom daarbij. Kom maar. Oh! Nee. Ik kan me op zich wel voorstellen dat hij niet per definitie heel erg... Ja, dit is natuurlijk de rest is kut. Maar we gaan hem houden, dus. Jij ook. Dit verkopen we gewoon. Dat betekent, dear people, dat wij genoeg geld hebben om Seedorf te kopen. En dan moeten we even als de motherfucker gaan doen met een schaduwkaartje erop. Want anders gaan we het niet redden. En dan komen we tekort. En dat willen we niet. Want we moeten gewoon een goed team bij elkaar hebben. En ons team is nu fucking onverslaanbaar. Want wij hebben nu een partij goed team, mensen. Dat is niet normaal. Verleiding nog steeds op 10. Natuurlijk. Met kapsel, met afro. Gewoon lekker. Gewoon heerlijk. Gewoon lekker kaartje. Hoeveel is zijn mid-versie dan? Is dat nou echt zoveel duurder? 9, 17. Anus. Nee, daar hebben we echt totaal niet genoeg geld voor. Want is wel leuk om erbij te vermelden. Ja, echt lachen. Moet je doen. Oh, dat is wel redelijk goedkoop. Hier, doe die dan. 7M, hoppakee. Die moet ik ook hebben ook. Hé, wat wel lachen is om te vertellen. We hebben echt heel onze inboeren verkocht. Dus dat betekent ook die Kudus die we gisteren hebben gekocht. Son verkocht, Frenkie gekocht, Pogba die we hebben gepakt. Verraan die we hebben gepakt. Ik had deze gekocht, maar ik dacht verkeerde positie. Nou, dan verkopen we wel gewoon 74,5. Is nu 77. Maar ja, weet je, dat zijn gewoon bepaalde dingen. En hier gewoon een 83. Wacht ik tot er weer een Icon SPC komt. Mensen denken er zo ziek over na. Dat is niet normaal. Nu hebben we gewoon een heerlijk porno-teampje bij elkaar. We gaan ons kwalificeren voor die FUT Champs. We gaan hard.
gaan lekker. En niks heeft te vrezen. Serginho Dest, Van Dijk, Owusu. Owase Owusu. We hebben Zigel, hebben we natuurlijk. Sigrid. Sorry. Openda. Wilde ik eigenlijk in de basis gooien. Blijkt niet echt capabel te zijn wat dat betreft. We hebben gewoon een onverslaanbaar team. Daar komt het gewoon eindelijk op neer. We hebben vorige video hebben we verloren aan de lopende band. We wonnen niks. Verlijn natuurlijk op links. Verlijn hier voor Depay, Seedorf en dan Chong. Ja, mensen. Dit is gewoon een waterdicht plan, denk ik zo. Oh ja, dan moeten we natuurlijk wel, want dit weet ik ook. Die korte corners, die zijn zwaar overpowered, mensen. Die korte corners. En wat moet je dan doen? Nou, dan moet je dus bij tactieken, moet je voor de hoekschoppen moet je 1 bar hebben. Dat schijnt echt de shit te zijn. Dus bij hoekschoppen alles 1 bar. En aanvallend willen wij gewoon iets meer druk zetten. Aanvallende loopacties. En mensen, met deze opstelling, met deze tactieken, zijn we gewoon fucking onverslaanbaar. Kijk naar dit heerlijke porno team. Fucking Chong, Gravenberg, David Neres, Fellaini, die nog steeds gewoon 1 linkje heeft met onze goat. Zeedorf, fantastisch, niks te vrezen. En dan hier onze vriend met Eredivisie logo. Iedereen op 10 cam voor de rest. Ja, mensen hebben een beetje loyalty nodig, maar dat is ook niet erg. En mensen, dan komen we er wel. Kan jij nog een spitsie worden? Jij kan nog een spitsie worden. Gravenberg wordt zwaar overpowered. Er wordt 99, wordt dat waarschijnlijk. Want Ajax heeft alles gewint in de fucking Champions League. Mensen, ik ben zo enthousiast. Ik heb er zoveel zin in. Ik vind het lachen, ik vind het leuk. Moet ze doen, moet ze wezen. En Leeuwenberg, godenzonen. Nou, lieverd, ik heb Neres. En jij bent verslaafd geweest aan die SBC van... Oh nee, dat is niet waar. Mensen, we zijn zo onverslaanbaar. Dat is echt niet normaal. We zijn onverstoorbaar, onverslaanbaar. En we hebben altijd nog, worst case scenario, als we denken, nou, het wordt niet leuk meer. Die Verlijn die moet even linie naar achter. Nou, dan gaat hij toch lekker centraal staan met die Gravenberg. En dan pleuren we even kijken. Wie hebben we dan nog meer over? Oh nee, we moeten Seedorf confisceren. Ja, dat is ook niks natuurlijk. Seedorf! Mensen, we hebben niks te vrezen. Ik denk dat dit oprecht... Ik ben nog nooit echt van overtuigd geweest dat iets een 20-0 gaat worden. Maar ik denk echt dat dit het weekend is. Ik denk het oprecht. Ik denk dat dit het weekend is dat er... Oh jeetje. Oh, ho, ho. Ik denk dat dit het weekend is dat we 20-0 gaan halen. Ik zweer het. Echt 20-0. Lopende band. Makkie. Want kijk naar ons team, weet je. Kijk naar ons team. Kijk, Owusu, die stoont. Dat is niet normaal. Dat is een locomotief. Dat is een andere trein. Loco, loco. Hier komt die. Hoppakee, boetje deppa. Eromheen. Tweede paal voor Lainey. David Neres, onze nieuwste aankoop. Natuurlijk. Wat een wereldspeler hebben wij, zeg. Kijk, natuurlijk, we willen gewoon een compleet Eredivisie team. Dat is natuurlijk ook fucking vet. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Maar je hebt gewoon bepaalde spelers en daar kan je gewoon niet onderuit. Daar kan je letterlijk gewoon niet onderuit. En dat is bijvoorbeeld zo'n Fellaini. Dat is gewoon iets wat je... Dat moet je gewoon spelen. Ik verlies. Kijk, dan gaat die Fellaini weer echt. Als je deze erin jankt, dan pak ik je pruik. Wat is er dan? Wat een goal. Holy Jesus, die Fellaini. Oh my god. Shit, ik heb zo nog een etentje. Anders had ik echt... Oh my god, die Fellaini. Hou me alsjeblieft vast. Laat me onmiddellijk weer los. We gaan weer de lockdown in. Die ga ik niet... Komt hier hoor, Macintosh. Ja, het is 86e minuut. Maar, laten we eerlijk zijn. Hey, deze is in principe nog gespeeld, hè? Deze mogen niet... Nee. Dat meen je niet. Dat was toch op de bal? Hoe kan ik dit nou weer uit handen geven? Hij durft sowieso niet in het midden te schieten. 100%. Of jij toch wel? Nee, godverdomme. Broertje Deppa. Gewoon 90ste minuut natuurlijk. En daarom staat die man in de basis. Weet je, daarom moeten we uiteindelijk daar niet van afwijken. Weet je, die man, ik ga het even erbij halen. Ik ga het oprecht even bijhalen. Hoeveel goals die man al heeft gemaakt voor onze club. Dat is echt niet normaal. Kijk, Fellaini is natuurlijk duidelijk OP. Natuurlijk. Maar ik laat even zien hoeveel goals die Depay al heeft gemaakt voor ons. Dat is echt niet normaal. Moet je kijken. 102 wedstrijden, 87 doelpunt, 65 assist. En Fellaini, 147 wedstrijden. Is 42 doelpunten. Heel sick. En die Macintosh, die is ook wel aardig. We gaan één wedstrijdje doen. En dan ga ik op een ander moment ga ik kwalificeren voor de Weekend League. En dan gaan jullie zien hoe we met dit fantastische OP-team... Hebben jullie suggesties hoe het beter kan? Ja, ik denk niet dat het kan, maar laat me weten. Hij probeert weer Walker op centraal. Dan kan je vertellen, met Fellaini gaat je dat niet lukken, vriend. Maar laat maar even weten wat jullie daar dan van denken. Moeten we nog iemand erbij? We hebben alle spelers gedaan die we konden doen. Maar laat maar even weten, mensen. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie ervan maken. Nee, doet u goed. Dit doet u goed. Maar Macintosh? Nee, het is gewoon goed. Corona natuurlijk.
Tai Chong. Lekker man. Ook met de afro. Natuurlijk man. Lekker, deze gozer is ook wel... heeft ook een aardig kaartje te pakken hoor. Jeetje. Gaat Gravenberg dan voor zijn eerste goal. Nee, het is natuurlijk Fellaini. Fantastisch. Oh, ik heb het zo naar mijn zin met dit spel. Het is echt ongekend. Ik vind door die... Ja, het is waarschijnlijk geen populaire mening. Maar voor de gemiddelde FIFA-speler dat ik, zeg maar, ben. Ik ben gewoon een beetje van het aankloten. Kijken wat we kan. Steeds een ander team. Een beetje jullie laten bepalen wat we kunnen doen. Want jullie hebben meestal ook wel leuke ideeën erin. En daar laat ik me alleen maar op inspireren. Ik bedoel, als je de comments kijkt, is het alleen maar tof. En jullie komen ook gewoon meteen goede ideeën. Met die spelen halen. Die spelen proberen hem eens uit. Dat soort dingen. Ik vind dit gewoon... En dan met Weekend League. 16 wins max. Weet je. Hoger dan dat ga ik waarschijnlijk ook niet halen. Ik vind het gewoon perfect. Ik vind het echt toppie. De timer, dat gaat echt steeds beter. Ja, dat is een goede goal. Ik was ook wel echt heel slecht aan het verdedigen, om heel eerlijk te zijn. What the fuck, gek. Ik wist het. Godsamme. Kijk, wat kunnen we wisselen? Ja, Chong dan eruit of zo. Voor Dembele. Openda hebben we ook nog. Ja. Fellaini dan voor Gravenberg. Ga alles op de avond gooien, mensen. Ga alles op de avond gooien. Echt, die Bijlo, die pakt echt geen tyfus. Godverdomme, ga ik daar nog verliezen ook. Hij wilde echt alleen maar terugpassen. Hij wilde gewoon echt op balbezit gaan passen. Echt de hele tijd alles daarachter. Dus ik loop alleen maar door en dan pak ik die bal nog af ook. Echt wat een ongelooflijk. Ik blijf op de avond spelen zo. Ik blijf gewoon echt zo ongelooflijk aanvallend spelen. Teppa doet het weer in de 90ste minuut. Oh, I love this game. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat weten in de reacties welke space we moeten halen. Ik heb oprecht zin in de Weekend League. Dit wordt gewoon 20-0. Kan bijna niet anders. Ik hou jullie op de hoogte met wat er gebeurt dit weekend. En duimpje omhoog zou ik willen waarderen. Vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Fellaini the Goat en Macintosh. Ja, dat is het eigenlijk wel. Mensen, bedankt. Ciao. Spreek jullie. Oei.